Bij de inspectie der invoerrechten en accijnzen hebben 17 douaniers de opleiding tot commis tweede klasse succesvol afgerond. De diploma-uitreiking vond op 21 augustus 2019 plaats. Het hoofd van het opleidingscentrum Financiën, Mahindernath Gobardhan, presenteerde tijdens die avond de resultaten van het evaluatieonderzoek van deze opleiding. Over het algemeen zijn alle modules redelijk tot goed gewaardeerd, als ook de leerstof, docenten en de moeilijkheidsgraad. De opleiding is op 6 maart 2017 gestart en in juli 2019 afgerond. De voorzitter van de douanebond, Joyce De Vlucht, gaf aan trots te zijn op de behaalde resultaten. Ze moedigde de geslaagden aan te blijven investeren in zichzelf door ook opleidingen buiten de douanedienst te volgen. August van Loprecht, hoofd van het managementteam van de douane, benadrukte dat hij de hoog behaalde resultaten tijdens deze opleiding graag op de werkplek terugziet. De geslaagden kijken nu uit naar opspelding van de epauletten voor het officieel afronden van dit onderdeel.